Hallo lieve kijkers en luisteraars, leuk dat jullie erbij zijn bij onze allereerste uitzending van Casual Talk. Niet onze standaard serie, maar iets nieuws, gewoon lekker tussendoor gaan we hartstikke live, toch jongens? Yes! Heel gezellig. Hartstikke live. Games, games, games. Ja, dus het gaat nu gewoon over van alles en nog wat. Als je in de chat zit van Mixer, praat lekker mee. Dan gaan we die onderwerpen ook aankaarten. We zijn officieel begonnen. En pak natuurlijk lekker de chipjes erbij. Zeker, alles wat met lekkernijen te maken heeft. Ik zet lekker game muziek aan op de achtergrond. Want jongens, voordat we lekker over games gaan praten, laten we het hebben over een beetje onze eigen game achtergrondmuziek. Wie begint? Ik wil even niet beginnen. Gewoon onze qua game achtergrondmuziek. Ja, dus, sorry, niet muziek. Nee, sorry. Game, ja. Ik weet niet. Ik zei muziek, omdat ja, weet ik veel. Maar game achtergrond inderdaad. Gewoon qua consoles. Welke games heb je helemaal plat gespeeld? Doen jullie mij eerst. Nee, Tim. Dan mag Tim beginnen. Kan ik anders beginnen? Ja. Doe je ding. Begon eigenlijk bij mij met de DS Lite. Ja. Die kreeg ik toen. Daar heb ik toen heel veel games, vooral Mario games. En toen had ik altijd zo'n R4 kaartje, weet je wel, dat je die dingen kon... Ja, dat kan ook, lachen. Gewoon die spelletjes hoeft te kopen en zo. Mm-hmm. Ja, en toen heb ik PlayStation 2 nog gespeeld. Ook nog een heleboel games, die heb ik ook nog steeds. En daarna PlayStation 3 kwam toen uit en die heb ik toen ook nog gespeeld. En daarna, zoals diegene die ik nu heb, kwam ik uit op de game PC. Precies. Daarmee zit ik nu eigenlijk. Cool. Ja. Dus heb je geen Game Boy gehad? Nee. Oké, dus DS, PlayStation en PC zei je, hè? Ja. Lachen, oké. Ja. Niels? Ga jij maar eerst. Oké. Bij mij begon het wel met een Game Boy. Dat was de Game Boy Advance. Dus niet die gekke die breder is dan dat die lang is. Maar die ene die je kan openklappen als een soort oude telefoon. Daarop, mijn allereerste game ooit, weet ik nog, dat was, ik kreeg die Game Boy ineens van mijn vader toen ik 6 was. Echt heel jong eigenlijk. En dat was Jungle Book. En meestal zijn games van films, van die Disney films, zijn heel slecht. Dan zijn de games echt heel slecht, weet je wel. Dan, ze lijken ook allemaal op elkaar. Maar omdat het mijn eerste was, en oprecht, ik speelde een paar jaar geleden weer met zo'n emulator en op gewoon mijn PC. Maar het is echt, het was zo leuk. Maar ik heb natuurlijk heel nostalgische gevoelens bij. Maar goed, Game Boy, daarna de DS. Die wilde ik heel graag voor mijn verjaardag. Toen kreeg je nog gewoon dat soort dingen voor je verjaardag. Dat was normaal. Terwijl dat ding maar toen was het ook nog niet zo moken duur. Nou, het was €250. Maar dat is heel veel voor een kind voor mijn verjaardag. Maar goed, dat kreeg ik. Wel. Neem even een slokje water. En daarna kreeg ik een Wii. Dus tot nu toe allemaal Nintendo. Dus even kijken, Game Boy, DS, Wii. Daarna Game PC. En daarna de Switch. Dus eigenlijk alleen maar Nintendo en gewoon allround PC. Dat is mijn verhaaltje. Ja, en nu komt het stoffige oude verhaal. Want... Ik weet nog, op de Commodore 64. Nou, nee, zo erg is het niet, maar... Het begon met floppy disks in een computer en nee, geen gamecomputer, gewoon een normale computer. Okay. Oh, ik dacht dat jij en dan uit het gamen op kwam. Ja. Floppy disks. Jij bent toch 174? Ja, bijna wel. Oh. Zo klinkt het wel. Floppy disk. Ik denk dat mensen niet eens weten wat een floppy disk is. Dat is wel een goed punt inderdaad. Ja. Ja, Google het even ondertussen als je kijkt, of luistert bedoel ik, want het is eigenlijk gewoon de voorloper van de USB-stick. Maar dan een grote platte schijf, vierkant. Ja. Daarna de originele Game Boy, dus dat is de zwart-wit versie, echt de alleroudste. Lachen. Die net zo groot is en dezelfde vorm heeft als een stoeptegel. Oh, damn. Net zo zwaar ook. En dat scherm was niet eens verlicht, dus als je 's nachts wou gamen, kon het niet. Dat scherm die was Game Boy, gewoon... ik heb me gegoogeld. Ja. Ik zie hem nu voor me. Die heeft mijn zus. Mijn zus is van een oudere generatie, 37 ja, dus die, of 38 die zelfs. Die van ons is dus kapot gegaan. Anders was die nu echt heel veel geld waard. Ja, is die ook. Ja, mijn zus heeft zelfs niet, dat was niet haar eigen, die heeft ze van een vriendin gekregen, maar die heeft ze nu zelf. En daar ging ik laatst Tetris op spelen, joh. Dat is echt zo'n... Tetris het is echt inderdaad een baksteen met twee knoppen. Ja, het is letterlijk een baksteen. Hij is ook echt heel zwaar. Lachen. En leuk, ja. Toen bij de buren op een PlayStation 1 heel veel gespeeld. Nooit een PlayStation 2 gehad. Wel tussendoor 1. Nog games van de bibliotheek gehuurd om te spelen op de computer thuis. Jeetje. Die PlayStation 1 dan, dat is toch laatst zo'n...
Zo'n horloge is een nieuwe, uitgebracht? Er is ook een nieuwe versie van de PlayStation 1 uitgekomen. Ja, met nieuwe games van PlayStation 1 ook. Maar ook zo'n horloge komt toch laatst uit? Dat weet ik niet. Oh ja, hier, ik zie het niet. Maar in ieder geval toen doorgegroeid naar de PlayStation 3 uiteindelijk. Die heb ik kunnen kopen van mijn eerste bijbaan. Mm-hmm. Na 2 jaar sparen of zo. 2-3 jaar sparen. Cool. En nu PlayStation 4 en Game PC. Ik heb mijn PlayStation 3 ook nog steeds, maar ja. Oké. Okay. Dat is het echt. Nou, goed verhaal. Leuk, toch? We hebben allemaal best wel veel game dingen. Ja, qua geschiedenis, qua consoles. Ja, in principe wat wel. Wat zijn nou games? Ook qua games. Gewoon, even laten we de 3 noemen per persoon, die je helemaal plat hebt gespeeld. Maximaal 3. Vroeger of kijk, even op. Totaal? Echt gewoon in je hele leven. Zal ik beginnen? Ja, maar. Ik weet sowieso... Doe eens gek. Nee, joh. Hoi, gekkie. Ik heb Age of Empires 1 en 2. Zo, ik ken helemaal dat eigenlijk niet eens. Ik ken alleen de naam. Ik heb eigenlijk helemaal geen beeld erbij. Als ik heel eerlijk ben. Rollercoaster Tycoon 2. Ja! Die staat in mijn top 10, hè? Ik zat gisteren na te denken, wat is echt mijn top 10? Die staat erin. Moet die ook een keer doen. Die heb ik echt plat gespeeld. Ja. En ik zit even te denken... de originele Call of Duty, denk ik. Die heb ik, ja, denk ik 600 keer uitgespeeld. Uitgespeeld? Nice. Ja, dat was alleen de story mode. Oh, lach, natuurlijk. Ja, trouwens, dat is niet waar. Er is wel online. Ik heb later echt gewoon... Ik heb dat spel echt, ja, jarenlang... offline gespeeld en toen ineens kwam ik erachter dat je dat ook online kon doen en toen ging je het online spelen. Ging een hele wereld maar toen was uit. Call of Duty echt al heel oud. Okay. Toen was zeg maar de PlayStation 3 al uit. En toen ging je Call of Duty de originele online spelen. En er spelen serieus nog mensen Call of Duty online. De allereerste. Beter dan de nieuwe Call of Duty's, dat sowieso. Ja, yeah, true. Geloof. Maar dat is mijn nostalgie. Cool. Tim, wat heb jij allemaal plat gespeeld? Ik kijk even naar mijn lijstje. Ja, ik ben natuurlijk iets wat jonger dan jullie, dus al die games heb ik wel gespeeld, maar niet plat. Mm-hmm. Maar wat bijvoorbeeld wel op een van mijn lijstjes staat, is wel Black Ops 2. Oké. Okay. Zeker weten ook. Die heb ik letterlijk nooit gespeeld gewoon. Vooral ook op zaterdagavond nog ook gewoon. Ja. Dus dat is wel... Jij hebt die nooit gespeeld, Niels? Nee. Black Ops 1 wel. Die heb ik trouwens wel heel veel gespeeld. En waarom 2 dan niet? Die was ook leuk. Want je bent wel een Call of Duty man. Nee, ik ben helemaal geen... Ik ben absoluut geen Call of Duty man. Oh, oké. Okay, hij is een Battlefield man. Ik ben een Battlefield man. Oh, oké. Okay. Oh, maar goed, dus over die games vooral... die ik plat heb gespeeld gesproken. Battlefield 2. Dat is echt de game die ik trouwens het allermeest heb gespeeld. Oké. Okay. Interesting. Dat denk ik opeens nu. En als ik nou gewoon even benieuwd... Weet je zeker dat je niet meer uren in Minecraft hebt zitten dan daarin? Nee, ik speel helemaal nog niet lang Minecraft. Nee, dat is waar, oké. Ja. Ik heb echt 4 jaar toen of zo, toch? Brit bij me kwam, ben ik pas Minecraft gaan spelen. Ja. Echt ook pas na een jaar. Ah, oké. Dus ik speel nu 4 jaar Minecraft of zo. Okay. Ja, nee, dat is... alsnog, in die tijd kan je makkelijk... Dat was wel redelijk aan het begin. Wat bedoel je, vanaf het begin? Vanaf het begin dat het kwam. Ik weet Minecraft? Wij toen... Nee, maar ik weet toen nog dat wij, bijvoorbeeld toen wij nog samen werkten... tegen jou zei van, ik heb Minecraft gedaan. Tegen mij? Dat samen tegen Sammy. Ja, oh ja. Dat ik zei dat ik Minecraft heb gekocht. Ja, nee, ik weet nog, toen we met Splashpoint begonnen, even voor de luisteraars, we waren ooit gewoon meer met gaming video's bezig op YouTube. Nu zijn we dus een soort omgedraaid naar een podcastkanaal Mixer meer gericht. Maar we begonnen ooit, onze allereerste video ooit was alleen Tim en ik. En toen waren we met z'n tweeën begonnen Splashpoint. En later was Niels erbij gekomen en ook heeft hij door Splashpoint volgens mij. Daardoor heb je Minecraft gekocht. En dat is, daar zijn we blij mee. Dat is leuk. Kijken we meteen onze survival-serie. Die was wel goed bekeken, hoor. Ja, die is al wel wat ouder inderdaad, ja, maar 1.10, absoluut superleuk. Maakt het niet minder leuk. Nee, is het, ik bedoel, hoeveel is er nou bijgekomen sindsdien? Alleen een paar pandaberen, nou.
Nou, er is best wel wat bijgekomen. Schildpadden. Heel veel blokken sowieso. Maar oké, nee, goed. Mijn spel... Ja, ja, bij mij staat wel... Kijk. Mag ik mij er nog afmaken of niet? Oh, sorry, ja, gooi door. Ja, zullen we dat even doen? Ja, op mijn lijstje stond ook nog GTA San Andreas. Zeker weten. Die heb ik ook. Hier schaam ik me echt voor. Ik heb San Andreas nooit uitgespeeld. Oei. Kan je niet maken. Sterker nog, ik heb hem nooit gespeeld. Ga maar gewoon naar huis nu. Ja, de muziek valt er vanuit. Het is echt heel, dit is gewoon heel erg. Ja. Nee, grap, ik heb het überhaupt niet gespeeld. Ik ben absoluut een GTA-fan. Ja, nee, dat weten we. Ja, nee, cool. Oké. Tim, nog één? En een van de oudere FIFA's. Een van de oudere, welke? Ik heb FIFA 7 hier naast me liggen voor de DS. Maar welke heb jij? Heb je het over? Ik heb FIFA 10. 10. De FIFA die ik het meest gespeeld heb is FIFA 94. Bestaat dat? Ja. Jazeker. Is sinds dat jaar elk jaar een FIFA nee, geweest? Nee, ik weet niet. Nee, ik denk dat het FIFA 98 was of zo. Het was op de PlayStation 1. En toen dacht ik, wow, dat ziet er echt goed uit. Maar het ziet er echt niet goed uit. Mooi, je kon gewoon voetballen in-game. Mooi, joh. Ja. Ja, dat is voor dat die is tijd. Dat is niet normaal. Hoe dat er vroeger uitzag, dat is niet normaal, joh. Even kijken, waar begon het mee? FIFA International Soccer. Ook wel bekend als FIFA 94. Ja, misschien is dat hem wel. Misschien is dat hem en ook En daarna kwam FIFA Soccer 95 uit. FIFA Soccer 96. En toen begon het met zonder soccer, zeg maar. Nee, volgens mij was het FIFA... gewoon de eerste die jij noemde. Volgens mij was dat hem. Dat zou goed kunnen. En daarna zijn ze het overgegaan op die van FIFA 99. Dat ja. En ineens in 2002 begonnen ze ineens... Oh, misschien is dit wel heel saai en moeten we het FIFA voetbal noemen. Toen kwam FIFA voetbal 2002 uit. Tot 2005 hebben ze dat weer gedaan. En toen veranderen ze het weer naar FIFA. FIFA. 7, 8, 9, 10, 11. Feitjes, jongens. Feitjes. Leuk, man. Fijntje. Maar wat, ben je nu klaar met je lijst? Of, Ik ben nu ja, klaar jezus, met mijn lijst. Dus, ik bedoelde gewoon... Ja, oké, 3. Ja, oké. Nou, als ik ook 3 mag noemen. Ik weet er sowieso 2. Kijk, op Steam hou je natuurlijk makkelijk bij. Hè, die houdt voor je bij hoeveel uur je in een game hebt zitten. En daar staat veruit op 1 Rocket League. Had ik niet verwacht. Maar dat, ik zat toevallig laatst kijken. Het is 530 uur. Nou, ik echt... wel. Ik had het wel verwacht, maar goed. Waar kan je dat zien op Steam? Heb je dat nooit gecheckt? Gewoon in je bibliotheek. Dan, je kan het zelfs sorteren op speeltijd. Ja, doe dat even. Maak jij je lijst eerst even af, dan kunnen wij daarna... Ja, maar dan luister je niet. Nee, is goed. Even naar de luisteraars die we op dit moment niet hebben. Maar oké, nee, dus maar dan zou je denken, dan is Rocket League nummer 1. Maar ik ben natuurlijk niet alleen PC-gamer geweest. Want het jammer is, qua andere games... Ik denk niet dat ik op Nintendo een spel langer dan Rocket League heb gespeeld, vaker. In het speeltijd, zeg maar. Maar er is 1. Die staat sowieso 100%... 100% veruit... 100% veruit boven Rocket League. En dat is Minecraft. Het ding is, als ik zat zeg maar dit te denken. Kijk, Minecraft houdt niet bij hoe lang je, hoeveel speeltijd je hebt. Maar wel in elke wereld kan je natuurlijk wel checken. Als je naar je statistiek gaat, zie je hoe lang je erin zit. Maar je kan niet al je werelden bij elkaar optellen. En ik heb heel veel werelden, heb ik ook niet meer. En ook op een andere PC. Dus ik zou het nooit kunnen controleren. Maar ik zit te denken, als Rocket League al op 530 zit, dan zit Minecraft sowieso over de 1000. Dus die heb ik plat gespeeld. Ja. Ja, dat was het. Maar goed, dan op 2 Rocket League. En dan de derde zou ik eigenlijk niet durven zeggen. Ik zit even om me heen te kijken naar andere spelletjes. Misschien op de Wii. Wat is mijn 1 na veel meest gespeelde spel op Steam? Ik ga even kijken. Terwijl jullie even zeggen wat er bij jullie staat op je Steamlijst. Op nummer 1 in mijn Steamlijst staat met 57 uur Prison Architect. 57, dat is helemaal niet zoveel. Okay, ja, maar ja. Hey, ik ben ook niet echt een PC speel niet op PC. Maar ja, Minecraft is wel meer, dat geloof ik. Ja, dat weet ik ook wel zeker. Maar Minecraft kan je hier niet inzetten, dat is een beetje jammer. Nee. Maar wat heb jij bovenaan, Tim? Ik heb GTA staan met 259 uur. Ja, maar ik zie jou altijd GTA spelen. Ja. Maar op tweede plek staat Rust. Dat is ook leuk. Hebben jullie... Het ziet er helemaal nieuw uit, hè, die bibliotheek bij Steam. Hebben jullie dat gezien?
Hè? Of is het niet zo? Oh, bij mij ziet het helemaal nieuw uit, maar ik weet dus niet hoe ik het nu kan ordenen op niet. Oh, ik zal zelf een foto sturen. Maar, ik heb het niet anders. Het ziet, nee, alles ziet er hetzelfde uit, behalve je game library, zeg maar. Maar. Nee hoor, bij mij ziet het er gewoon prima uit. Oké. Okay. Maakt niet uit. Ik kan het heb alleen... Heb je de weergave bovenin anders gezet? Nee. Maar ik heb... ik kan niet vinden hoe ik ze op volgorde kan zetten van speeltijd. Maar ik ga ervan uit op nummer 2. Nou, ik noem gewoon iets van de Switch. Wat ik op dit moment de meeste uren in heb zitten is volgens mij... Ja, ik noem maar wat Mario Odyssey. Maar of ik hem nou plat gespeeld, dat zou ik niet zeggen. Ik heb hem wel 100% uitgespeeld. Want je kan zeg maar... Als je hem uitspeelt, heb je hem minder dan 10% uitgespeeld. Misschien iets meer. Maar ik heb echt alles wat je kan verzamelen en kan doen, heb ik in die game. Dus wat dat betreft... is het wel een beetje plat gespeeld. Maar goed, tot zover introductie. Zijn er andere dingetjes waar jullie het over zouden willen hebben met betrekking tot games? Genoeg volgens mij. Ja, ik heb een lijstje, maar we gaan niet alleen mijn lijstje afwerken. Ik zat zo staan... net ergens aan te denken, maar ik weet het even niet meer. Nou, maar ik was ook wel benieuwd naar jouw lijstje eigenlijk. Oké, nou ik ga het niet allemaal in één keer opnoemen, maar ik wil meteen... Eén ding erin gooien, dat is even. We hadden het toch al over Minecraft. Jullie weten dat binnenkort Minecon is, toch? Ja. Ja, maar waar is dat en wanneer is dat? Tim, jij bent de Googler, zoek maar even op. Yes. Terwijl wanneer is dat? Was al bezig. Cool. Minecon 2000. Wanneer gaan we daarheen? Oh, wij gaan er niet heen, tenminste, ik ga er niet heen. Want weet je, het is elk jaar, het is wel... Het is niet waard om erheen te gaan. En volgens mij zijn die tickets meer dan $100. Dus het gaat echt nergens over. Maar de reden dat ik... Wanneer worden we een keer uitgenodigd? We hebben zoveel views. Zal ik jou wat vertellen? Nou. Die is over twee dagen. Ja, precies, joh. Sorry. Nee, dat wist ik. Kijken. Ja, nee, dat wist ik. Want dat wilde ik vertellen. Sorry, dat wist ik. Alleen ik weet niet waar. Gaan we dat live kijken met de podcast? Kijk. Ik denk niet... Ik weet niet... Is het... Hoe laat is het? Want ik werk wel. Wanneer overmorgen. Is dat? 28ste. 12 uur GTM. Great. Nee, maar weet je wat ook is? Nee, lekker spelen nee, is de nee. hele dag live van 1 tot 1. Dus alle kijkers die we mogelijk kunnen hebben, die... weet je wel. Maar goed. En ik moet werken. Maar anyways. Trouwens, iemand van ons heeft de stream niet aanstaan. We hebben 2 viewers. Ja, ik. Nou, Tim. En Tim. Oh, ik bedoel je? Ja, op je telefoon. Nee, ik ben toch Splashpoint. Ik ben ingelogd als Splashpoint, dus dat heeft geen zin. Dat is geen extra view. Oh ja, nee klopt. Oké, dus wel een beetje jammer dat we geen kijkers hebben. Maar goed, anyways. Nee, dan maar. Ja, voor de YouTube die terugluisteren. Voor de YouTube gang. Precies. Wat wil ik zeggen? Oh ja, want ik wist dat het over 2 dagen was. Want ik zag op, hoe heet het, op Instagram, Minecraft. Ik weet niet wie van jullie hun ook volgt op Instagram. Oh, ik dacht dat Tim... Minecraft, echt? Ja. Nee, ik volg Tim ze sowieso volgde, maar... Hallo Tim, ben je er nog? Nee, ik niet. Oké, okay. Nou, dat is goed, want dan is het helemaal nieuw voor jullie. Maar ze posten de afgelopen dagen van... Hey, 28ste is het Minecon. En net zoals vorig jaar, ik weet niet of je toen hebt meegekregen... maar toen kon je stemmen op 3 biomes die ze dan gingen upgraden. Ja, dat kan nu ook. Dat kan nu ook. Heb je dat ook meegekregen? Swamp, Badlands en Mountains. Heb je het voor je neus of zo? Echt... Ja, ik wou zeggen, je leest het er perfect voor. Nee, oké, want ze hadden dus korte filmpjes met wat ze dan zouden toevoegen. Maar ze gaan dus niet alle 3 doen, wij gaan stemmen. En ik wil dus jullie ook meteen vragen, stem die dag even. Dat vind ik dus zo raar. Ja, dat ze niet alles doen, bedoel je? Ja, maar dan, als ze al filmpjes laten zien van wat ze willen nee, doen, het is geen, het is een animatie. Het is echt, het heeft niks, het is niet in Minecraft. Het is geen snapshot. Nee, dat snap ik, maar ik bedoel, het zijn gewoon ideeën. Als je het zelf al wil... Waarom doe je het dan? Ik denk dat het te veel is om het alle 3 te doen, dus dat ze ons laten stemmen. En een beetje stemmen is ook een beetje, dat hoort erbij bij nu. Dan heb je als consument het gevoel dat je natuurlijk invloed hebt en dat je... Ja, het is ook een beetje voor ons gevoel. Maar ik snap je wel, ik heb ook liever alle 3. Maar wat ik wilde zeggen is, ik weet niet of jij het kan zien Tim, maar wat ze dan wilden veranderen. Ze hadden Deadlands, dat is een soort savanne, en dan gingen ze berggeiten toevoegen, dus of dat. Of... Badlands. Oh, ik zei Deadlands, sorry. Badland. En ze willen ze ook van die kronkelende dingetjes toch over de... Oh ja, van die, hoe heet die dingen? Die Tiktakies. Hoe heet dat? Zo'n western ding. Ja, ik kom maar weten hoe dat heet. Boy, bol, western, naam. Nee, ik google het even. Ze hebben een naam. Ja, een steppenroller, is dat het? Ja, dat staat op Wikipedia. Tuimelkruid, tumbleweed, ja. Ja.
Tuin op kruid. Het. Ja, oké. Okay. En dat willen ze dan toevoegen. Nou, sorry, maar ik vind dat de saaiste van alle drie. Je hebt ook nog, en dat vind ik de leukste, de Swamp Update. Weet je wat ze dan willen doen? Kikkers. Nou, en ik kikkers. Weet niet of dat alles was. Weet je wat? Ik kan het erbij. En bootjes in het water met kisten erin. Bootjes met kisten. Dat vond ik wel vet. Maar het dus ook zo is dat je dat dan mee kan nemen zelf. Dat je zo'n boot dus kan maken. Zeg maar. Net zoals dat je Minecraft met een kist hebt. Ja, precies. Maar het ding is... Dat zou toch sick zijn? Ik vind dat boot met een kist, dat moet er sowieso in. Want het heeft niks met Swarm te maken. Dus ik zou eigenlijk verwachten dat ze dat sowieso doen. Maar ik zal het even afspelen. Dat de kijkers, luisteraars en jullie het ook even kunnen horen. Ik ga ze gewoon alle drie afspelen, ja? Alle drie maar kan ideeën. Je het ook laten zien? Dat niet, maar het gaat echt om de audio. Je hoort ze een beetje... Wel. Je kan toch laten zien? Dan zie je de hele... Ja, dat kan. Maar gaat het, scherm. Het is toch alleen een podcast. Fuck it. Hier, luister jongens. Komt-ie. Ik speel ze alle drie af. Het is een beetje gebrekkig Engels, want ze zijn natuurlijk Zweeds. Maar luister maar even. Hier, dit zijn de Badlands. Zweedse film. Live on September 28th. Let's learn more about the biomes. Hier, dit is de Badlands. Yeah. Let's learn more about the biomes. Tumbleweed almost hit me. Tumbleweed. Well, they don't call it the Badlands because of their good manners. Ooh, this new cactus is fancy. Oh, nieuwe cactus. Oh ja, een gier. Dat is een nieuw in de Badlands. Ja, die gieren. Oh, sorry, ik haal de Badlands en de geiten door elkaar. De geit is in een andere. Badlands heeft dus gieren, dat vind ik wel vet. Geiten zal wel mountains zijn. Ja, klopt. De mountains gaan, dat is de derde, die was ik vergeten. Goed, nou, ik klik hem weg. Dat is dus de eerste. Dat zijn Badlands met dus een soort upgrade van... Een soort waar staat interessantere het dan op? Instagram. Minecraft? Ook. Minecraft Instagram. Op een site. Maar goed, een soort iets minder saai gemaakte woestijn. Dat zo moet je het zien met nieuwe cactus en tumbleweed en een gier. Maar ik vind deze veel leuker, luister. The biome boat is coming up at Minecon Live on September 28th. Ik ga wel stemmen trouwens. Hier, dit is... Is that a boat? Yes, this boat has a chest built in for all the cool things you find at sea. Een kikker. Look, it's our new friend, the frog. Ik zou het leukst vinden als er... Wat vinden jullie leuk? Een gier of een kikker in de game? Here's a mangrove. Ja, ik zou meer vliegende dingen willen. We hebben nu dat die bijen krijgen erbij. Bijen? Ja, je krijgt bijen in Minecraft. Ja. Oh, cool. Wist ik niet. Wat? Heb je die nog niet gespeeld? De nieuwe updates. Oh, Snapshot of update? Nee, Snapshot speel ik niet. Nee, ik speel geen Snapshots. Ik wil wachten tot het helemaal uit is. Ja, ik vind snapshots, ik weet niet. Ik vind het leuk als het allemaal in één keer nieuw is of zo. We hebben hier de laatste, Mountains. Die vind ik echt saai. Dat is gewoon een geit, vroegen ze dan toe. Let's learn more about the biomes. Oh, mountains, snow. What's your step? The snow is snowier than before. A goat. Here in my je glijdt gewoon uit op sneeuw nu. Mountains are getting an upgrade. Jagged cliffs, snow-capped Jagged peaks, dramatic views. Snow-capped peaks en een betere view of zo. Maar dat was het, sorry. Maar dat vind ik de Swamp de interessantste. Sowieso zijn ze niet van heel... Mountains gaat doen. Nee, toch? Dus ik denk dat het wordt of Badlands of Swamp. Dus ik ben benieuwd. Maar ik snap niet waarom het niet alle drie kan. Ja, het is wel zo weinig content dat ze zo zeggen... Ja, als ze het nou al toch al hebben gemaakt, waarom dan niet gelijk alles ze hebben het dus niet gemaakt, hè. Het hele ding is waar we voor stemmen, dat gaan ze dan maken in 1.15 dan, toch? Ja. Ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het 1.16 wordt. Want 1.15 is bij je. Oh, dat is... Ja, precies. Ja, maar ik denk dat ze dit ook wel gewoon... Ik bedoel... Wanneer komen de caves nou aan de beurt dan? De mining update, dat ze ook nieuwe ores doen en zo. Dat zou leuk zijn. Nou, dat hoeft niet eens, maar ik vind de caves zo saai. Ja, ik dat heb ik eerder gezegd, maar wat zou je anders willen dan? Stalagmieten, stalactieten, of... Stalactieten, oh. Jongen. Oh, iemand moet het zeggen. Nee, maar gewoon ook dat het iets, natuurlijker eruit ziet in plaats van dat het allemaal... Nou, ik snap Niels wel, hoor. Want ze hebben ook, nu ook stenen stairs en stenen slabs hebben ze toegevoegd. Waarom dan niet het iets minder vierkant maken allemaal? En dat je soms ook net door zo'n gaatje heen kan, bijvoorbeeld, weet ik veel wat. Je kan nu toch ook kruipen? Ja, of dat er ook stairs zijn en zo. En gewoon natuurlijk gevormd allemaal, dat het wel eruit ziet, zeg maar. Maar ja, weet niet. Oh, je grotere dungeons. En vooral dat. Dat wordt ook een beetje meer kan vinden.
Ja, een Atlantis, een verborgen ondergrondse stad. Ja, nee, bijvoorbeeld. Maar, het zijn zeker goede ideeën. Maar ja, waarom spawnen er geen villages in een grot? Van die ondergrondse village. Dat zou vet zijn. Zou dat überhaupt... Is het realistisch? Je kan toch niet een volk onder de... Je hebt toch zonlicht nodig om te... Jawel, want ja, je hebt eten nodig. Dus je moet sowieso iets van farming. Dus het is niet heel realistisch. Hoezo? Je kan toch farmen onder de grond? Ja, in Minecraft wel, maar als je... Ja, ik zit wel... Het is ook Minecraft, ja, snap ik, maar ik probeer te bedenken of het realistisch is. Ja, als het monsters zijn, kan het wel. Zeg maar, monsters die gewoon onder de grond leven in een soort... maar stam. Niet alles onder de grond moet passief zijn. Nou, er zijn genoeg skeletons en creepers, hoor. Ja, die zijn agressief, niet passief. Oh, sorry. Alleen vleermuizen. En de vleermuizen tellen niet mee, want die zijn irritant. Ja, nee, klopt. Dus er is niks passiefs daar. Nee, klopt. Zou lachen zijn. Ondergrondse kikkers. Kinkers, van die rode giftige drakenkikkers, die spugen drakenkots. En dat je daar een potion van kan maken met high jumping. Oh, die heb je al. Maar dan nog higher of zo. Oké, nou, dat zijn leuke ideeën. Lachen. Nog iets anders waar jullie het over zouden willen hebben, wat betreft Guyams? Nou, ik weet niet of het op jullie lijst staat. We hebben het gisteren eigenlijk al een beetje gezegd, beste game ooit, maar hebben jullie ook een top 3? Ja, daar wil ik het over hebben. Heb ik toevallig dus ook daarna na de podcast nog even over nagedacht, maar ik wacht nog even. Tim? Nee, maar ik zou wel zo eens willen kijken naar games die uit gaan komen. Vooral dat is ook een goeie. Zullen we deze even parkeren en dan aan het eind van de stream terugkomen op de beste... Ja, onze top 3 games. Die, ja. Over al lifetime, zeg maar. Want ik weet het namelijk nu ook niet. Oké. Okay. We moeten er oprecht wel even over nadenken. Want dit is... Ja, ik weet het ook niet. Nee. Oké, dan denken we er even over na. Dan gaan we eerst even naar een ander. Oké. Tim, jij wilt hebben over upcoming games. Upcoming games. Nou, er zijn natuurlijk de afgelopen september is eigenlijk een beetje dé maand voor games. Samen met oktober zie ik al, want het is echt een lijst van iets van Tokyo. Dat is natuurlijk vanwege kerstmis, dat is het vlak, toch? Een beetje najaar release. Ja, precies. Maar heel veel games komen eigenlijk altijd uit in september. Bijvoorbeeld denk aan FIFA. FIFA is altijd op september. Ja. Echt altijd. Maar bijvoorbeeld een game die mij opviel, ik ga er even doorheen scrollen. Kijk even wat ik... leuk vond. Ik zoek hem eigenlijk een beetje, want op de E3 is die Avengers game is naar buiten gebracht. Die had ik leuk gezien? Niet? De Avengers? Nee, heb ik niet gezien. Nee? Schijnt daar een game van te komen. Ik zit even te kijken wanneer die uitkomt. Oh, ik had wel zoiets gehoord, maar ik was niet zo geïnteresseerd. Ik hou wel van de films Avengers, maar qua games heb ik niet echt interesse. Die games schijnt dus heel gaaf te gaan worden. Okay. Mensen zijn ook hyped over. Okay, weet je wat? Ik google gewoon eventjes. Ja, doe je ding. Ik ben ondertussen ook de naam van een game aan het zoeken die ik zou willen benoemen. Lastig. Release date. Oh ja, 15 mei 2020 komt Marvel's Avengers. Oké. Dus dat lijkt me wel een game die ik ook wel zou willen spelen. Lijkt me heel gaaf om dat te spelen. Ja, dat... trekt mij echt totaal niet. Wat? Nee. Ja, ik heb sowieso geen van films gezien. Dus ik ben er gewoon totaal niet geïnteresseerd. Oké. Net zoals Batman games. Ze schijnen goed te zijn, maar... ook niet zo leuk. En de nieuwe Spider-Man game snapte ik al helemaal niet waarom dat zo'n gedoe was. Nou, dat snap ik wel. Dat is wel een hele grote game. Ja, daar had ik ook wel nice dingen over gehoord. Dat scheen wel echt te gek te zijn. Nou, zag dat ook is wel heel mooi uit. Gewoon, ik bedoel, bewegen zoals Spider-Man, dat wil iedereen toch, dat je door de stad heen slingert. Dat ziet er zo gaaf uit in de films. Ja, maar weet je wat het is? Zo'n game vond ik geweldig toen ik 10 was. Mm-hmm. Maar nu is daar toch niks meer in? Nee, ik moet ook zeggen, mijn neef van 10 die had hem ook. Als je dat 5 minuten speelt, dan denk ik, oh, wel vet. Nou, je zou vast meer kunnen doen. Storyline schijnt er ook gaaf van te zijn. Je moet af en toe natuurlijk van die bad guys uit. Je ziet ineens een overval en dan moet je die... Nee, ik vond het wel vet. Ik had het gezien. Het zag er wel koelig uit. Oké. Maar
Ja? Just Dance. Dance 2020. Het blijft ook mijn leuke game voor op de zaterdagavond. FIFA 21, jongens, daar kijk ik echt naar uit. Wow. Dat blijft altijd hetzelfde. Net als FIFA 20 vind ik eigenlijk echt. FIFA 20 vind ik dit jaar echt kansloos. Met een beetje het streetvoetbal erin proppen. Ja, dat echt niet koop hoor. Waren die customizations altijd zo bizar specifiek? En weet je wel, ik zag dus. Ik zag YouTubers echt een poppetje customizen in FIFA 20. Ja, maar dat is dus die street. Het kan alleen, maar kan het alleen in street? Alleen volgens mij street, ja. Oké, okay, want ik vond het wel heel indrukwekkend. Dat je gewoon, je zou iedereen kunnen namaken qua gezicht. Omdat je tot in detail een character kon customizen. Gewoon echt dat je 20 plaatjes van neuzen ziet. En dan denk je, ik zie geen verschil tussen die neuzen. Oprecht. Ik zag er geen verschil tussen al die monden en zo. Maar blijkbaar, dat vond ik wel indrukwekkend. Het slaat nergens op. Want alsof iemand kijkt naar het gezicht terwijl je speelt. Ja, snap je? Het is puur voor zodat ze meer content hebben en dat de game natuurlijk meer waard wordt. Maar ik vond het wel alsnog wel indrukwekkend of zo. Ja, maar ik had wel dan bijvoorbeeld die streetvoetbal. Dat is toen ook een game zelf geweest. En dan vind ik het best wel jammer dat ze dat nu in FIFA 20 gaan stoppen. Want dat vond ik wel de beste FIFA die er ooit is uitgekomen. FIFA niet. Street. Weet ik. Maar ik vond het wel een beetje jammer dat ze dit nou weer moesten. Ik dacht van, nou, is dit het? Kijk, vorig jaar kwamen ze op mijn Champions League aan. Dat was heel leuk. Dat vond ik best wel een goede toevoeging aan een game. Helemaal nu. Mm-hmm. Maar ik denk nou, niet echt. Maar waarom? Het is toch, je hoeft het niet te spelen, hè? Nee, daarom. Maar aan FIFA, FIFA zelf verandert eigenlijk nooit wat. Dus dat nu bijvoorbeeld die commentatoren kijk, zijn. Kijk, ik vind het veel viezer dat Call of Duty 2 jaar geleden of zo, of 3 jaar geleden, maakten ze Call of Duty Modern Warfare Remastered. Maar die kon je alleen spelen als je de nieuwe Call of Duty titel kocht. Ja. En dan kon je de nieuwe Call of Duty titel wel apart kopen, maar je kon niet Modern Warfare Remastered kopen. Apart. Nee. Ze gingen echt zeggen van, oh, als je dat wil spelen, moet je wel onze nieuwe titel kopen. Ja. En dat vind ik vies. Ja, is het ook wel. Aan de ene kant. En bij FIFA is het gewoon, oh, we hebben er iets extra's in gestopt voor dezelfde prijs. Dus Ja, maar dat is inderdaad wel wat je. Dat hebben ze eigenlijk bij elke game tot nu toe wel. En dat was bij Call of Duty ook niet eens het geval. Want de normale nieuwe titel kostte 70, 80 euro of zo. En als je Modern Warfare Remastered erbij wou hebben, kost het echt 120, 140 euro of zo. Nou, maar je kon Modern Warfare Remastered kon je niet apart kopen. Dus je werd sowieso genaaid. Want dat was wat de mensen juist wouden. En dan moest je 140 euro voor betalen. Maar nou had ik er eentje voor. Ja, vertel. Ik had er nu eentje voor Sam eigenlijk, want Animal Crossing voor de Switch. Ja, nou, ik wou dus net zeggen, zijn er andere games waar jullie naar uitkijken? Want ik zelf inderdaad. Ja, ga jij maar eerst inderdaad. Ja, zelf kan ik er 2 noemen. Dat zijn Animal Crossing inderdaad. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb het nooit gespeeld. Maar ik heb wel Stardew Valley gespeeld. En het lijkt er heel erg op qua feel en zo. En alleen om die reden al kijk ik er wel erg naar uit, moet ik zeggen. Het heeft gewoon een beetje dat lekker doen wat je wil in een vrolijk dorpje gevoel. Een beetje sandbox, maar wel met een soort good vibe. Maar het gekke is, ik heb het nooit gespeeld en dat vind ik eigenlijk heel raar. Want het is ook echt een hype onder heel veel Nintendo gamers. Maar ja, hij komt er dus ook aan. Een nieuwe een nieuwe Animal Crossing. New Horizons heet het. Hij is zelfs uitgesteld. Dat was balen. Hij zou komen in maart. En dat vond ik al wel laat. En nu is hij zelfs uitgesteld. Nou, hier zie ik voor mijn neus staan nog steeds 20 maart. Maar volgens mij was het nog later. Beetje jammer. Maar goed. Dat duurt nog wel even. Ja, het duurt zeker nog even. Ja. Dus dat is balen. Maar een tweede game, totaal niet heel bekend, maar die werd bekendgemaakt tijdens de E3. Was gewoon een hele lange lijst aan allemaal games, even snel achter elkaar. En dit was ook een die heel kort tussen zat, maar die leek me zo leuk. Dat heet Fall Guys. En je kan het ondertussen even googlen. Het is heel moeilijk om uit te leggen, maar het is eigenlijk. Ken je Takeshi's Castle? Ja? Het is eigenlijk dat. Het ziet er heel vrolijk en kleurrijk uit. Het is volgens mij gewoon een massive online Fall Guys ding. Ultimate Knockout. Ja, zo. Dat ja. Je gaat gewoon met z'n honderden allerlei minigames doen. En als je afvalt, dan val je gewoon af.
Het is eigenlijk Fortnite, maar dan met minigames. Het is gewoon, het is een Battle Royale. Het is minigame Battle Royale, zo moet je het zien. Ja, ik ga het even tussendoor kijken. Ja, kijk het. Maar is dat alleen voor de Switch of is dat ook voor PC? Ik denk voor alles. Ik zal even, ik wil hem er gewoon Volgens mij heb ik dit gemist. Ik ga hem afspelen. Of was dit bij Nintendo? Dan heb ik het gemist. Even kijken, nee, het is niet Nintendo, het was, waar was het, E3 onder, of bij Bethesda of zoiets, het is niet per se, het is volgens mij niet gebonden aan één ding, het ziet er fantastisch uit, als je zit te luisteren jongens, check het even, Fall Guys heet het, Ultimate Knockout, en het komt ook pas in 2020 uit, ja echt, het is echt leuk. Ik kijk hier echt naar uit. En niet per se... Ja, ik ga het zelf waarschijnlijk ook spelen. Maar ik ben ook gewoon benieuwd naar alles wat er dan op YouTube verschijnt. Ja, weet je wel? Ja, precies. Ja, maar daar vind ik juist ook leuk aan games. Want soms denk ik, ja, ik ga het niet spelen. Maar ik ben wel benieuwd wat er op YouTube komt. Ja, precies. Ja, ja dat ja, vooral. Ja, nou, dat zijn twee spellen. Soms heb je ook dat je door YouTube spellen gaat kopen. Ja, dat had ik met Minecraft. Ik had helemaal niks ermee, want ik weet niet, ik zag ineens, klikte ik op een video, daar vond ik de titel gewoon interessant. Ik weet nog welke het was. Dat was iets van, kennen jullie Dus David Games? DDG, ja, dat was... wel eens langs zien komen. Ik denk een video uit 2010, 2011, en ik klikte erop en ik heb hem aan mijn favorieten toegevoegd, puur omdat het voor mij de reden was dat ik dacht van, oh, dat ziet er eigenlijk wel leuk uit. Toen was Minecraft nog zo minimaal, je kon veel minder en, maar toen was... Ik heb nog nooit hetzelfde gevoeld voor Minecraft als toen, want toen was het natuurlijk helemaal nieuw en wow, je kan torches maken, ik vond het allemaal wow. En, ja, precies. Ja, dat is geweldig. Nee, dat... hoe kwam ik hier nou bij? Waarom vertelde ik niet? Doordat je door YouTube... Door YouTube ga je games kopen. Ja, klopt. En dat heb ik denk ik ook wel gehad met... Oh ja, The Escapist. Dat is een heel onbekend indie game. Dat is gewoon een ontsnappingsspel. Je moet ontsnappen uit de gevangenis. Had ik niks van gehoord tot ik Paul Shores Jr., een Amerikaanse YouTuber, het zag spelen. Ook meteen gekocht. Dus het is een goede invloed, ja. Ja, YouTube. Klopt. En het is natuurlijk goed voor... ja, vroeger moest je... Als je wou weten of een game leuk was, moest je het kopen. Of huren bij de bibliotheek, zoals ik heb gedaan. Bij de bibliotheek? Ja, daar kon je games huren naast boeken. Ja. Maar je kan nu gewoon kijken op internet, oh, is het leuk? Of is het helemaal niet leuk? Gewoon, of je moest vroeger, ik weet niet of je dat nog weet. Ik ging naar de winkel en dan kocht ik game tijdschriften voor de reviews. Oh, wauw. En nu tegenwoordig heb ik er zo nooit over gehoord. Nee? Power Unlimited. PC gameplay. Niet. Echt niet? Nee. Echt nooit van gehoord. Ik voel me oud. Ik kan me voorstellen. Maar kennen jullie de game Planet Coaster heet het? Ja. Er komt Planet Zoo komt uit. 5 november. Dat ik heb er nog niks van gehoord. Een leuke game lijkt me dat. Nou, ik zie het nu toevallig, zag ik het net in een... hoe heet het? Dat lijkt me wel grappig, alleen ik zou het niet kopen. Want Planet Coaster is ook heel duur. Ja, dat zeker. Deze komt uit op €54. Daar heb je de beta. Ja, vind ik prijzig. Dan spelen. Voor ja, is het ook, een game zeker. Die je waarschijnlijk niet zo heel vaak speelt. Gewoon... Als je er een keer zin in hebt. Als je bij de dierentuin bent geweest, dan denk je... Oh ja, ik ga lekker Planet Zoo spelen. Want ik zit in de mood. Nou, zo, ik denk dat ik het wel zou spelen. Het is net zoals... Planet Coaster is eigenlijk gewoon... Precies. Maar nu de dierentuin, het is wel weer even wat anders. Maar ik heb altijd alleen zin in Planet Coaster of Rollercoaster... of dat soort games als ik bij de Efteling of zo ben geweest. Dan denk ik, oh ja, dat heb ik ook. Ja, klopt. Dan moeten we dus nu gewoon met z'n allen naar de dierentuin. Ja, precies. Nee, maar... De enige game waar ik echt naar uitkijk, of nou ja, die heb ik al gepreorderd, dat is de nieuwe Need for Speed. Die komt 8 november uit. For Speed Heat. Ja. Maar dat is een game die had ik sowieso wel gekocht. Die dus... gepreorderd? Ja. Hoeveel kostte die daardoor? Ik heb de speciale versie gepreorderd, dus die was de. Dit is wat geld gekost is. 80, volgens mij 80 of zo. Oh, dat vind ik allemaal meevallen als je de speciale versie hebt. Ja. Dan vind ik meevallen. Maar voor de rest eigenlijk laat het mij allemaal een beetje koud. Ja, eigenlijk. Ook wel een beetje.
Ik heb niet echt het gevoel dat ik dit jaar dacht van... Yes, er komt echt leuk. Dat moet ik hebben. En ik dacht Battlefield 5 is wel een beetje hype, maar... Nou, dan kan ik je misschien hypen voor iets anders. Want dit wil ik sowieso al langer dan een week aan jullie vertellen. En deze podcast is het moment om het te doen. We hebben gisteren pas besloten dat we deze podcast vandaag doen. Maar ik wil het al een tijdje zeggen. Oh. En dit is het goede moment. Ja? Wat is er, jongens? Heb je een tromroffeltje of niet? Oh, nee joh. Nee, want het is een heel verhaal erbij. Nee, okay. Dan houdt het op. Nee, dus... Nou, dit was hem, jongens. Jammer. Dan doen we zelf de tromroffel. Nee, maar ik ga geen titel van een game noemen. Want het is, kijk... Hoe ga ik het vertellen? Oké, hebben jullie ooit gehoord... Ik ga wel meteen de titel zeggen. Maar niet meteen opzoeken, oké? Ik wil het eerst vertellen, voordat je kijkt hoe het uitziet. Ik heb mijn handen van de muis. Hebben jullie ooit gehoord van Cube World? Nee, nooit van gehoord. Oké, je mag zo googlen, want je moet natuurlijk een beeld erbij hebben. Maar Cube World is een game, is super interessant. Het is denk ik in 2014 of zo, ik noem maar wat. Ik denk 2013. 2 juli 2013. Fuck jou. Oké, maar niet naar kijken. Okay. In 2013, nou dat is het grappige, want het klinkt dus alsof hij al zo lang uit is, maar hij is dus nog niet uit en dat is het hele ding, let op. In 2013 kwam er een game, een soort beta-versie van Cube World uit en heel, een groot deel van het internet was er gehyped over. Ze zagen het vooral als een soort nieuwe Minecraft game. Omdat het heet natuurlijk Cube World en het is ook gemaakt van blokken, alleen het is niet zoals bij Minecraft dat je elk blok kan pakken. Het is meer gewoon, het ziet er heel mooi, dat heet voxel dan. Het is volgens mij het 3D woord voor pixel of zo. Het is een soort voxel game. En ja, google het maar trouwens, dat jullie allebei, dan gaan we naar Google Images, dat je even een beetje weet hoe het uitziet. Maar het was een heel, Cube World, het is een heel, het was echt een hype. En... steeds meer YouTubers gingen het spelen en je kon het in het begin nog kopen voor €20 of zo. Ik had hem zelfs gecrackt, omdat ik het, ik weet niet, ik dacht toen, fuck it, ik ga geen geld voor uitgeven. Maar was ik vond het heel leuk. Ja. wat zei je? Was jij een bad boy vroeger? Ja, zeker. Nog steeds wel een beetje hoor. Soms af en toe in de plannen. Anyways, het gekke is, op een gegeven moment... stopte, het is één man die samen met zijn vrouw aan die game werkte. Dus het was echt een indie game, maar echt opgeblazen gewoon, want het was een groot succes. Ik probeer ergens mee te vergelijken. In ieder geval, het was gewoon echt groot succes. Maar ik probeer te vergelijken met wat nog meer ongeveer even groot was op YouTube. Maar goed, heel gaming YouTube was gehyped over die game, maar was nog niet, weet je wel, was nog in beta, was nog niet uitgebracht. En op een gegeven moment kwamen er steeds minder updates en liet die maker helemaal niet meer in zijn blogs iets van zich horen. En dat vonden mensen eerst heel vreemd en het was van, waar blijft Cube World, weet je wel, want we wilden meer content, bladibladibla. Maar... Ja. Op een gegeven moment gingen er gewoon jaren voorbij. Mensen waren de game al lang vergeten. En ik dacht er af en toe ook nog wel eens aan. Ik dacht van, ja, jammer dat het niks is geworden. En ik dacht nog, die gast, als hij nou zijn game had afgemaakt, want het was al zo gehyped, had hij er zoveel geld mee kunnen verdienen. Maar wat blijkt nou? Er was ooit een soort documentaire-achtige video gemaakt door een YouTuber over die man en zijn vrouw. Ze hadden het op een gegeven moment moeilijk, want ze hadden ook slechte... Ik hoor een gek kraakje. Ze hadden slechte... Ja, je hebt natuurlijk altijd een beetje haatcomments en zo. En dat beviel nogal slecht. En misschien was er nog in hun persoonlijke leven iets gebeurd... waardoor ze een beetje depri waren. Maar die man, die was gewoon altijd een soort periode... een emotionele periode... waardoor hij niet meer aan de game heeft kunnen werken. En ineens, een paar weken terug... verschijnt het bericht... Cube World komt uit op... Wat was het nou? Kan 30 september. Ja, 30 september. Jongens, dat is over 4 dagen. En... Oh ja. Nou, en daarom wil ik zeggen, we zijn nog net op het eind bij. Het is dus echt bizar. Ik weet niet of het nog een even grote hype is als toen. Want ja, ik zie het niet zo vaak meer op YouTube langskomen als toen. Maar het is gaaf dat zo'n game, waarvan iedereen baalde dat hij nooit is afgemaakt en uitgebracht, dat het eindelijk weer terug is na 6 jaar zelfs dus. 2013 zei je toch? Ja, 6 jaar. Ja, 2013, ja. Ja, dat is, nou, ik ben er blij mee en ik ga hem niet meteen kopen. Ik ga natuurlijk eerst, waar we het ook over hadden, eerst even kijken naar YouTube. Ja. Kijken hoe het bevalt, hoeveel content er nou is. Maar als jullie het zo zien, hè? Ik heb het in de wachtrij gespeeld. Hebben jullie, zijn jullie geïnteresseerd? Ik ben wel geïnteresseerd. Het ziet er leuk uit op zich. Ja, ik toch? Niet. Ik vind het een beetje kinderachtig. Ja, daar was ik dus al bang voor. Dat je, dan wil ik weten of je de stijl mooi vindt. Maar ja, ik snap dat het zo...
Maar ja, eerlijk, als je nog nooit Minecraft hebt gezien, hetzelfde verhaal. Ja, ik keek een keer met andere ogen naar Minecraft. Ik liet het aan een docent op de middelbare school zien, weet ik nog. Ik zei, ja, kijk, dit spelen wij dus met onze vrienden. En terwijl ik het laat zien, kijk ik zeg maar een soort van vanuit zijn ogen. En ik dacht, oh, dit ziet er eigenlijk heel kinderachtig uit. Ja, en ik schaamde me. Ik dacht, oh, kut, dit moet ik niet laten zien. Ja, maar dat is dus ook met ouders en zo. Want die denken natuurlijk, wat is mijn kind in hemelsnaam voor kinderachtig spel aan het spelen. Maar echt. Nee, maar even... Kijk, je hebt nu alleen een beeld van hoe het eruit ziet, maar... Ik weet natuurlijk een beetje hoe die game ik ga denk ik wel op YouTube even tuurlijk, je moet sowieso uitchecken. Maar ik zal snel kort uitleggen hoe het in elkaar zit. Het is namelijk, het lijkt niet eens op Minecraft. Het is geen survival game. Het is meer een RPG. Je kiest van tevoren een character. Ja, het lijkt een beetje World of Warcraft in de Minecraft wereld. Ja, zo zou je het kunnen zien. Het is ook net zoals Minecraft gewoon randomly generated. Je ziet random villages kom je tegen. Veel uitgebreidere villages dan in Minecraft moet ik zeggen. Waar je ook echt wat kan doen. Je kan daar rusten. Je kan daar dingetjes kopen. In echt Minecraft koop je bijna nooit iets van een village, toch? Dus dan moet je 4 emeralds voor een shears of een zwaardje. Nee, maar hier is het echt... hier moet je ook echt... heb je echt wat aan die dorpjes en daar moet je dan resten om weer dan moet je weer water hebben om potions te maken zodat je kan healen en zo. Je komt onderweg monsters tegen, sommige kan je temmen en dan kan je ze bereiden. Je kan een glider. Hoe tem ik een draak? Ja, weet je, echt zo. Je kan echt heel veel. Het is een beetje, het lijkt serieus een beetje Pokémon wat sommige dingen betreft. Want je kan sommige monsters uitschakelen. Je hebt volgens mij, als ik me goed herinner, 2 soorten monsters. Passive en aggressive, waar we het ook net over hadden met Minecraft. En de passives, die met een groen HP-balkje, zou je kunnen temmen. Maar er zitten echt vette beesten tussen. Dan kan je gewoon een dino bereiden of zo. Maar het is RPG, dus je kiest van tevoren of je een warrior bent, of een knight, of een magician, weet ik veel. Je hebt natuurlijk allerlei, een ranger of zo, allerlei classifications. En dan ga je als, ja, dat poppetje, ga je ook in een randomly generated... voxelwereld een beetje exploren. Het is denk ik wel meer explorer gericht. En jij bent niet zo'n explorer, toch Niels? Ik ben een bouwer. Je bent een bouwer. Ja, dat kan. Nee, dat kan volgens mij niet bouwer. In die game. Maar check vooral de trailer. Ja, ik check die maar. Ik vind hem niet heel, heel nice, die trailer, maar... Ja, het is nog 4 dagen. Ik ben weer gameplay aan het kijken. Ja, nou, ik... Je weet maar nooit. Ja, ik denk als we... Ik hoop dat we het alle 3 leuk gaan vinden. En dan kun je het gewoon kopen. Ik weet niet hoe duur het gaat worden. Toen was het 20. Het zal misschien... Nou, het is een indie game, maar het zal niet heel duur zijn. Ik denk sowieso betaalbaar. Dus, we zien wel. En dat wilde ik heel graag even delen. Er komt toch nog een soort Minecraft game? Ik ben die namen even kwijt. Hytale, daar wilde ik het ook over hebben. Hytale, ja. Klopt, ik wilde dat bruggetje ook maken van Maar dat is denk ik een beetje een mix tussen Minecraft en dit. Ja, heb je een goed punt. Nou kijk, alleen dan denk ik nog mooier. Kijk, Hytale, daar ben ik heel erg gehyped voor. We hadden het net over upcoming games en we vergeten gewoon deze te noemen. Het ding is, dus niet of dat upcoming is. Ja, precies. Want niemand, ze hebben nog niks laten weten over de release date. Niemand weet wanneer het komt. Ik denk dat het niet eens in 2020 komt. Ik ga het nu meteen opzoeken. Maar ja, dat ga je niet vinden, denk ik. Ze zijn nog te... Ze hebben wel een blog, je kan dat gewoon volgen en zo. Maar dat vind ik allemaal niet zo boeiend. Ze laten gewoon af en toe een beetje weten, ja, dit kan je doen. Maar dan zijn ze nog heel vaag over. Ja, maar ze hebben een website. Nee, ja. Waar ze dingen laten zien. What is Hytale? Wow, het regent hier echt heel hard. Hier nog niet. Toch, Tim? Ik geef koekeloe. Het ziet er echt wel heel vet uit, hoor. Een die maand regen. Geleden. Oh, ik dacht die regent het. Ja, nee, het is... Hytale wordt gewoon Minecraft 2.0 genoemd. En terecht. Ja. Tenminste, terecht, dat moeten we nog gaan zien. Maar qua... Het is veelbelovend wat ze laten zien. De visuals zijn prachtig. Het is Minecraft ook qua wereld veel mooier. Ja, de visuals mooi, maar ook qua Als content veel uitgebreider. Als ik iets kon veranderen aan Minecraft, wou ik dat er standaard goed runnende shaders in zat. Ja, dat zou zeker vet zijn. Ja, zeker. Ja. Maar ik zie nu een beetje wat er nu allemaal. Ik vind het wel goed punt wat je zegt. Hytale is een soort van Minecraft mix met Cube World, omdat het ook wat meer RPG is misschien. Maar dan nog uitgebreider. Dus Hytale kijk ik sowieso meer naar uit dan Cube World. Want Cube World moet nog eens even zien. Hytale is helaas onduidelijk wanneer het uitkomt. Maar goed, ja, dat was ook een van mijn dingen op mijn lijstjes. Heb jij ook hier ingeschreven? Bij Hytale? Ja? Waar doe je dat? Volgens mij beta zijn dan. Kost het geld dan? Hytale? Nee, dat is gratis. Maar wat is het dan? Dat je gewoon gratis het spel... Hytale is... Ik weet het niet, maar je kan sowieso de beta spelen. Ik dacht, ik doe het ook met mijn andere mail. Oké. Maar het is wel...
By signing up, you will receive news, updates and beta information about the game via email. You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our email for information about our... Ja, dat is niet interessant. Maar het ziet er wel tof uit. Ik ga dit wel, denk ik... ik ga dit When will the beta start? We're eager to get Hytale into hands of the players, but we want to make sure we do it at a time that makes sense. We want to be confident that we deliver a first impression worthy of player expectations as well as our own ambitions. Rest assured that we are ramping up production to deliver a game to you as fast as we're able while also meeting these standards. We will keep you updated by email as soon as we have more details. Interesting, oké. Dus dat is... I am benieuwd. Ja, we gaan het zien. Precies. Maar ik denk eerlijk gezegd... Kijk, dit jaar komt hij sowieso niet uit, maar ik denk ook niet in 2020, joh. Dat, kijk, omdat ik het zo veelbelovend is, gaat het zeker inderdaad nog even duren. Maar ja. Ik denk dat het de wait waard zal zijn. Denk het ook. Ja, maar daar kijk ik denk ik van alle games die we tot nu toe hebben besproken die er nog niet uit zijn, kijk ik daar het meest naar uit. Ja, ja, klopt. Ja, ik ook, maar ik heb hem niet genoemd omdat ik denk dat hij niet upcoming is. Nee, oké. Nee, niet in de near future, maar hij komt eraan. Nee, precies. Ja, tuurlijk. Duurt even. Beetje zoals bij Cube World. Dat heeft al een heel lang stilgezeten. Hier in Hytale werken zoveel mensen dat blijft wel continu in de maak. Want als je het gaat hebben over upcoming games die waarschijnlijk nog niet eens volgend jaar uitkomen. Ja. Dan GTA 6, absoluut. Ja, ja, dat is eentje die ik bij de eerste trailer ga pre-orderen. Nou, echt oprecht, zodra er maar één bericht überhaupt al komt. Ja, precies. Ik denk dat miljoenen met je meedoen, sowieso. Ja, dat zodra is, het fysiek mogelijk is om hem te pre-orderen, doe ik het. Maar waarschijnlijk gaat hij voor PC weer net zoals met de GTA 5 echt. Ja, maar daarom heb ik een PlayStation 4. Maar ja, daar komt hij waarschijnlijk niet op uit. Hoezo niet? Nee, dat PlayStation 5. Ik hoop dat hij uitkomt voor PlayStation 5. Dat hoop ik echt. Ja, maar dat heeft Rockstar volgens mij ook gezegd, hè? Ja, dat heb ik ook gehoord. Want op de console van nu kunnen ze geen nieuwe game uitbrengen omdat ze niet krachtig genoeg zijn. Trouwens, daar hebben we het gisteren niet over gehad, maar wat verwacht jij dat er dan beter is aan de PlayStation 5 ten opzichte van 4, los van grafisch? Ik denk dat ze krachtiger gaan zijn dan, of in ieder geval even krachtig als een PC. Ik wil gewoon... virtual reality spelen, sowieso natuurlijk. Net zoals op PC. 4K, 60 frames per seconde, minimaal. Als het niet meer is, 120 frames. Oh ja, 4K, liever. Dat zou wel moeten. Ja. Zijn die virtual reality dingen voor Sony PlayStation niet moker veel goedkoper dan voor PlayStation of voor PC? Ja, maar voor PC heb je ook veel meer mogelijkheden en zijn ze veel beter. Vandaar dat ik zeg, ik wil net zoals op de computer virtual reality kunnen spelen. Over virtual reality gesproken, wat vinden jullie daarvan? Is het te duur nog? Nou, ik vind het wel te duur, ja. Ja, ik wil het heel graag doen. Ik wil heel graag, echt meer dan alles, wil ik Minecraft in virtual reality. Zo, dat wilde ik dus net gaan zeggen. Ja, ik wil Minecraft echt, dat wil ik zo graag doen. Dat staat echt op mijn bucketlist. Bucketlist. Ja. Ik wil in het mega grote creeper zien staan als ik me omdraai in een grot. Dat je echt kapot schrikt, ja. Ja, dat je, ja, dat je echt achterover vliegt. Schrik je even helemaal het hoedje. Ja. Of dat er een Enderman achter je aan zit. Dat je echt... Dat je omhoog kijkt. Dat je dat ding van 3 meter ziet. Ja. Maar dat wil ik zo graag. Volgens mij is dat zo eng. Of een Iron Golem. Die zijn ook hartstikke groot. En zo is ook trippy, omdat je ineens in een blokwereld bent. Ja. Dat lijkt me wel, ja, lijkt me heel gaaf. Het lijkt me echt heel vet. Lijkt me wel leuk om kippen te vermoorden. Dat lijkt me echt leuk. Komt er iemand dan de kamer je bij binnen? De Mac zie, ja, moet je. Ja. Maar oké. Nou goed. Mag ik er nog even eentje doorheen jassen? Ja, tuurlijk. Nou, jij hebt het net over hoe heet die game nou? Cube World. Ja, Cube World. Nou, dat is dus eigenlijk best een onbekende game. Vandaar dat ik nu de naam al ben vergeten. Ja. Maar er schijnt dus nog een game, dat heb ik van een vriend gehoord, die schijnt al in 2018 uit te komen.
toen waren geruchten al van, goh, deze gaat uitkomen. Nooit is er meer iets van gehoord. Of het echt nog überhaupt ooit nog uit gaat komen, is ook nog maar de vraag. Hij staat wel in mijn verlanglijst. Yeah. Ik kan hem al pre-orderen, wat ik wel heel raar vind. En het heet? Identity. Identity. Er is een site van. Videogame. En het is eigenlijk een soort... Het is 79% echt likes, oké. Okay. Het is een soort... ja, een soort GTA eigenlijk. Oké. Okay. Het is een soort GTA, maar het is, je kan echt alles. Dus dat betekent ook dat je dus echt een eigen baan moet gaan zoeken. Je moet een huis gaan kopen. Je moet dus ook die banen gaan doen. Het is echt gewoon een roleplaying game. Oh, dat vind ik wel een goede titel dan ook. Identity. Ik heb er denk ik wel eens van gehoord. Omdat je inderdaad, het is gewoon, je leeft echt als dat poppetje, zomaar. Hij is je nieuwe identiteit. En ik zie hier plaatjes, ziet er heel mooi uit. Op die plaatjes vind ik het nog redelijk... Dat ik denk van, nou, er kan al wel wat aan verbeterd worden. Ja? Waar kijken jullie? Ik vind het geen... Ja, ik vind het, kijk nu op T-mail even. Staat hij open. Maar ik vind het wel een ding dat ik denk van, ja, als dat een keer uit zou komen, dat zou ik zeker kopen. Hoe zit dat bij jullie? Ja, dat ziet er wel vet uit inderdaad. Nou, het is wel... inderdaad zo... Ik kijk er wel zo naar, als GTA al bestaat, dan zou ik het niet doen, maar ik ben wel gewoon benieuwd. Nou, dit is een hele andere game dan GTA. Ja, als het echt is dat je, ja, wat je zegt, dat je echt... Want je moet alles echt gaan doen. Het is niet dat je alles voorgeschoten krijgt. Het is zeg maar gewoon een echt leven, maar in een game. Gewoon echt doodgewoon leven, precies. Dat is wel een heel gaaf concept. Ik zou het wel willen. Maar je kan dus ook bijvoorbeeld een huurmoordenaar worden. Gaaf, ja, maar vind je het gek dus dat je kan ook zo een slechte lang... pad gaan... Kijk, dat ze niks van zich laten horen is wel gek, maar dat klinkt als een gigantische game om te maken. Dus als hij nog komt, zeker. Dan duurt het wel even, net zoals Hytale eigenlijk, maar ik ben heel benieuwd. Maar jij zegt dus dat al een jaar is er niks meer van, ook niet op blogs of zo. Vaak hebben ze op hun website gewoon gekke blogs, hè? Ik heb er niks van gehoord eigenlijk. Ik heb niks van gehoord. Dat is wel echt iets wat ik wel raar vind. Maar dat zou ik inderdaad helemaal niks meer laten weten, terwijl mensen er wel voor betaald hebben. Oh ja, oh wacht, dat is heel gek. Dan moet het uitkomen. Dus dan zou ik inderdaad zeggen dat het wel uit moet gaan komen. Ja. Dus ik zit nu even te kijken tussen die recensie. Staat niet echt iets bij. Op de website staan wel mooie plaatjes en er staat ook tekst bij, is wel vet. Ja. Maar er is toen ook ooit een keer gezegd van ja, of er werd toen al een gezegd, er komt een beta en daar kan je voor inschrijven en daar betaal je ook. Dus daarvoor hebben mensen nu al betaald. Dat ze die beta al kunnen spelen, want die kwam, daar was ook een release datum voor. Maar die is er dus nooit gekomen. Dus dat is wel raar aan die game. Ja. Ja, nee, dat vind ik ook. We gaan het zien toch? Het is gewoon iets vaag. Nou, ik hoop dat het uitkomt. Het gebeurt natuurlijk super vaak dat developer... Is het een bekende developer of... Ik heb geen idee. Is het gewoon ook een indie game eigenlijk? Want dat is gewoon vaak zo dat ze niks meer van zich laten horen. Dat... Er staat Asylum Entertainment. Ik ga even op hun website kijken. Games. Hebben ze nou, ik denk dat we... Altis Live. Dat is een Arma 3 mod. Daar heb ik wel eens van gehoord. Dat is echt een super grote mod. Dus op zich zouden we een hele goede game moeten kunnen gaan verwachten. Ja, als het zoals die mod is, dan... Het klinkt wel exact als die mod. Dus... Maar dat is een beetje hetzelfde als wat lekker spelen in die stream op GTA, die mod. Ah, RP. Ja. Roleplay. Eigenlijk cool. Is het dat. Cool. En dan een volledige game. Ja, want als je nu bijvoorbeeld naar die site van Identity gaat, kan je dus wel al helemaal dingen maar kopen. Maar ze hebben geen games gemaakt nog, alleen een mod. Het is dus, ja, je kan lang wachten, gok ik. Ja. Maar het is zo raar, dat je kan alles al kopen, maar je kan het dus blijkbaar niet spelen. Nee. Dat vind ik raar, want je kan bijvoorbeeld nu al, je kan een heel pakket kopen met de VIP heet dat, Go Big or Go Home. Limited time over. Over het duurt lang gesproken. Had jij nog meer onderwerpen, Sam? Ja,
Zeker. Ik schakel dus even over naar de 8-bit muziek weer. Want, wat wil je zeggen? Het duurt een beetje lang met deze game. En niet alleen tot die uitkomt, maar ook... ook het gesprek. Nee, laten we even doorgaan. Nee, ik ben heel hyped voor de game, tenminste. Ik ben geïnteresseerd. Ik hoop dat ze nog van zich laten horen. Ja. Er gebeurt natuurlijk heel veel, hè. Dat de developers ineens... Ja, het is, als het indie game is, dan is het ook gewoon... doen ze het part-time. Gaat kosten of te moeilijk is. Precies. Ze moeten waarschijnlijk van een andere baan leven ondertussen en dan heb je heel erg tijd. Nee, ik zag toevallig een leuk artikeltje langskomen. Ik heb er ook niet op geklikt, het is alleen de titel heb ik onthouden. En ik dacht, misschien wel interessant. De titel van het artikel was, ik ben benieuwd naar jullie mening, Fortnite gaat bots toevoegen. Ja, die heb ik ook gezien. Ja, wat vind je daarvan? Ik vind bullshit, want je verneukt je hele game eigenlijk. Ik kan het echt niet uit. Nee, natuurlijk. Even voor duidelijkheid, wij spelen het alle drie niet, klopt. Maar gewoon puur... gewoon... Vinden jullie dat een goede actie? Maar wat is hun reden? Ja, je zou zeggen dat er dan ineens een hele grote drop van spelers is. Meer? Ja, dat zou je zeggen, maar dat kan ik me niet voorstellen. Het is natuurlijk... Gewoon is de servers. Nou, ik denk het wel, want Fortnite begint nu toch redelijk een beetje af te sterven. Ja, maar nog steeds spelen miljoenen, toch? Ik bedoel... Als... Ik heb echt geen idee. Ik heb hier dat artikel voor me. Ja, oké. Nice. Ben benieuwd. Lees het eens voor. Ontwikkelaar Epic Games heeft op zijn website aangekondigd dat er binnenkort bots worden toegevoegd aan het spel Fortnite. Naast de computergestuurde tegenstanders krijgt het spel ook een verbeterd systeem om spelers ook aan elkaar te koppelen. In de Battle Royale modus van Fortnite strijden honderden spelers online tegen elkaar op een eiland waarbij diegene die als laatste overblijven... Dat weet ik. Epic Games wil hiermee zorgen dat het schietspel voor beginnende spelers niet te moeilijk is. Oh, daarvoor, dat is dus de reden. Jezus. Maar, wanneer je begint met spelen, word je gekoppeld aan andere beginnende spelers en aan bots. Naarmate een speler beter wordt, komt er dus steeds minder bots in het spel. Oh ja, maar dat vind ik goed. Oh, dat is voor een goed de competitieve modus van het spel. Want ik wou al zeggen, die bots kunnen toch nooit goed zijn, weet je wel? Ik bedoel, dat moet wel hele slimme AI zijn. Wil je dat zo programmeren dat ze net zo spelen als een echte speler, ook qua bouwen en zo? Ja, nee, dat kan niet. En dat ze ook realistisch af en toe net naast je hoofd schieten, weet je wel? Maar ja, oké, nee, als het om die reden is, dat het een soort van ranking systeem is. Hoe hoger je rank, hoe minder bots. Vind ik goed. Ze hebben wel een beetje verschillende soorten reacties. Er staan ook reacties onder. Ja. Verschillende soorten. Waarom begint Fortnite daar nu pas aan? Oh. Is een reactie en een teken aan de wand dat het spel op zijn retour is. Ja. Ja, dat heb ik dat ook denk ik ook. Ik denk dat het mede te maken heeft door Minecraft weer. Want iedereen gaat nu ineens Minecraft spelen. Ja, maar het is niet dat je het een of het ander doet, toch? Maar oké, ja. Nou, denk ik wel. Kijk, de populariteit van Fortnite is aan het dalen. Ik zit wel meestal in een fase van, ik heb weer zin om deze game te spelen. En dan speel je het ook wel veel, vind ik. Ja. Ja, oké. Maar dat heb ik nooit gehad kijk, met Fortnite, dat kan ik wel zeggen. Nee, dat de populariteit van Fortnite is gedaald, dat is duidelijk. Alleen, het is echt niet zo weinig dat ineens de servers gebrek hebben. Ja, het kan ook zijn dat, dat je minder lang hoeft te wachten op een vol potje, weet je wel? Dat je met 50 al genoeg hebt. Ik vond het wel frustrerend. De keren dat wij het speelden, dat we inderdaad zwaar worden ingemaakt, omdat je nou gewoon dat bouwen, dat slaat helemaal dat zou nu dus niet meer gebeuren. Minder. Nee. Is, je kan nu gewoon rustig ontwikkelen in het spel. Ik heb er niet zo naar gekeken. Nu je dat zegt, vind ik het wel nice eigenlijk. Oké, nou ja, goed, ik was benieuwd naar de mening. Laten we het niet te lang over praten. Nee, dat is mijn mening. Even, en daar mag... daar moet u het mee doen. Daar moet u het mee doen, ja. Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Juist. Heeft een van jullie nog iets waar je het over wil hebben? Ja. Jij had het gisteren over game muziek. Game de beste soundtrack in een game. Dat wil ik eigenlijk voorbereiden als we het daarover gaan hebben. Maar oké, ga door. Doen we ook een top 3 aan het eind? Jeetje. Dat vind ik leuk. Dat vind ik een goed idee. Maar daar ga ik sowieso niet eens of zijn. Of in de volgende mezelf. Podcast komen we erop terug. Ik zou de volgende keer dat we een casual talk hebben... Dat we het even voor die tijd... Dat we beginnen even... Oké, maar ik schrijf voor onszelf nu iets even hebben, op. Ja? Dat we even voorbereiden even met een top 3. Een papier. Een top 3 games en een top 3 soundtracks. Dat we dat voor volgende keer in de Casual Talk serie... Dus in aflevering 2 van deze serie... Dat we dan het hebben... En top 3 hebben soundtrack. Klaarstaan.
Kennen jullie dit liedje trouwens? Ik, heel veel YouTubers gebruiken dit. Nooit gehoord? Nee. Nee, die heb ik niet gehoord. Ik, dit wordt heel veel gebruikt in een soort intro muziekje van... ja, dat is hier afgelopen. Doen we ook dus van... top 3 films? Of gaan we films weer... Dat is wel een ander... Ja, dat is wel apart. Maar ik vind een andere genre. Daar ben ik zelf... Ja, dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Maar zoveel films heb ik niet eens gezien. Goed, dan dus heb ik nu opgeschreven top 3 games, top 3 soundtrack voor volgende... En dan ook top 3 soundtrack films. Daar ben ik dan wel meer van. Ja, precies. Daarom zei ik het ook. Ja. Maar dat is dan voor een hele andere keer. Ja, precies. En dat is leuker met Britt. Oh, dat hebben we niet eens gezegd trouwens. We zijn nu met z'n drieën, als je niet op was gevallen. Normaal zijn we met z'n vieren. Niels, Tim, Britt en ik. Maar nu is het even zonder Britt. Maar nog steeds gezellig. Ook gezellig. Absoluut. Precies. Dan, ik weet niet of jullie nog wat willen zeggen. Ik heb nog één dingetje eigenlijk op me, voordat we de... En ik heb ook nog één ding. Oké, okay, dus top. Doe jij nog één ding in? Ja. Voordat we het over de beste games hebben... nee, dan kun je beter even eerst jou doen, denk ik, doen, Tim. Tom. Dus nu jij maar jouw ding? Ik was dus ook een artikel tegengekomen. Dat GTA-uitgever Rockstar Games brengt eigen gamewinkel voor PC. Ja! Ze hebben nu een Rockstar Launcher voor PC. En als je die downloadt, krijg je GTA San Andreas gratis. Oh, het soort van alleen, Steam of onzin. Epic Games, maar dan van Rockstar. Ja, Epic Games Launcher, maar dan van Rockstar. Nou, alleen, okay. Ik bedoel, ik heb de games al. Ja, oké. Okay. Moet ik ze nu opnieuw kopen? Nee, San Andreas nee, is de eerste, het is toch? Gekoppeld aan jouw Rocket... jouw online zit toch aan Rockets of aan Rockstar? Rocket League? Ja, ik zit even helemaal in mijn padje nou. In je padje. In een padje. Ja, ik weet niet wat voor toegevoegde waarde het heeft eigenlijk. Het automatische update is wel chill voor GTA 5. Kijk eens hier in de chat is, jongens. Altijd. Daar hebben we Britt. Onze Britt zit in de chat. Gezellig. Hey, hallo Brin. Is dat zo? We hadden het net over je. Ja, zeker, zeker. Oh ja. Brin. Hallo, welkom in de chat. Hey, goed. Welkom. Nee, maar dat is dus wel... Ik vind het wel een leuk ding. Dat ik denk van, nou... Ja, maar wat zijn de voordelen ervan? Behalve het automatisch voorlezen. Ja, ik vind inderdaad. Ik ben ook benieuwd wat het nou toevoegt. Ja. Het programma zorgt ervoor dat alle Rockstar games samen op één plek staan. Ook als die bij een andere winkel zoals Steam zijn gekocht. Via de Rockstar Game Launcher kunnen ook alle games van de uitgever zoals GTA 5, Max Payne 3 en L.A. Noire worden. Ook worden games met de cloud gesynchroniseerd zodat de voortgang automatisch opgeklaard wordt. Zo kun je vanaf verschillende apparaten verder spelen vanaf het punt waar je gebleven was in een game. Dat is wel mooi. Ja, maar wanneer ga je op verschillende apparaten verder spelen? Nou, stel je houdt een keer een LAN-party, maar je kan niet je hele PC meenemen. Niemand heeft er al eentje staan. Dan kan je dus verder op je eigen ding. Ja. Dat vind ik dan wel weer... Heb ik nog nooit meegemaakt, maar... Misschien... Andrew Manson. Andrew Manson. Skeptisch ben ik. Ja, weer zo'n gevalletje. We gaan het zien. Ik weet niet wat het zou toevoegen, want wat voor games nog meer behalve GTA... Ja, alle Rockstar L.A. games Noir natuurlijk. En maar... Max Payne. Ja. Maar dus ook, dat is niet voor PC uiteraard. Maar bijvoorbeeld ook... Maar is het meer dan alleen Rockstar Red games? Redemption. Want zoveel hebben ze... Oh ja, dat is natuurlijk ook... Ja, ze hebben meer dan je denkt hoor. Ja, nee, oké, maar dat wordt toch al verkocht op Steam en zo? Wat is dan het hele... Ja, daarom. Ik snap het de toegevoegde waarde niet. Behalve dat het synchroniseert met de cloud. Maar ik bedoel... Dat is wel er zijn vet. Er zoveel clouds. Maar dat heeft Steam ook trouwens. Daarom. Ik weet niet of het verschilt per game, van. Maar... Nee, het is sowieso goed dat je zo'n actueel artikel erbij haalt. Maar verder weet ik ook niet zo goed wat we ervan moeten vinden. Nou ja. Eigenlijk. Precies. Lekker, ik hè, had niet het idee van... toen ik het zag, dacht ik niet van... Oh, vanmiddag als ik thuis kom, ga ik dat meteen downloaden. Echt, gewoon niet. Ik dacht, oké. Nou, zo klink je nu wel hoor. Zo. Ik denk, ja, is dat zo? Echt zo van, nou, ik nou hoor die feutus in je stemmetje, hoor. Nou, ik wil het echt niet hebben. Ik hoor die feutus in je stem. Ik hoef het niet. Daar komt mijn computer niet in.
Maar gingen we nou deze uitzending aan het einde nog een top 3 doen of bewaren we dat voor een volgende keer? Nee, dat bewaren we voor een volgende keer. Oké, nee, want ik wilde... Ja, maar ik wil niet met een negatieve noot eindigen, maar... maar dat maakt niet uit. Want ik wilde nog vragen, wat is jullie... Want we hebben steeds over leuke games en bla. Wat is jullie slechtste gameervaring? En het hoeft niet per se een game te zijn, maar gewoon... Kijk, is de slechtste game die je ooit hebt gespeeld sowieso een interessant onderwerp, maar... Een ervaring vooral, gewoon... Een ervaring. Ja. Qua ervaring denk ik serieus dat Fortnite dat is. Oh, puur echt? Omdat... ik vind het is gewoon niet leuk. En niet omdat ik het niet kan, maar ik snap ook niet waarom dat bouwen en zo. En, maar we hebben het met z'n drieën gespeeld, had je toen geen lol? Ja. Ik vond het wel leuk. Omdat wij samen speelden, had ik lol. Maar gewoon de ervaring. Ik bedoel, ik ben best wel goed in geschiedspelletjes, maar nee. Je dacht bij jezelf. Ik had echt. I got this. Gaat heen gewoon. Ja, het is niet dat ik niet tegen mijn verlies kan of zo. Maar nee, ik vond het gewoon niet leuk. Ik vind het geen leuk spel en ik snap ook niet waarom het. Maar is het de slechtste game die je ooit hebt gespeeld? Nee, dat niet. Hebben jullie het ooit, is hebben geen slechte jullie... game, anders is het niet zo populair. Alleen mijn ervaring ermee was niet goed. Oké. En hebben jullie ooit spijt gehad van een aankoop van een spel? Ik denk toch, uiteindelijk denk ik wel Black Ops 3. Black Ops 3, oké, interessant. Mensen waren heel hyped over en toen heb ik het gekocht. Voor de lol. Ik heb die super goedkoop gekocht, maar was inderdaad geen goed spel. Ik vond het niet zo'n heel leuk spel. Maar daar heb ik geen slechte ervaring mee, want volgens mij had ik die zelfs gratis of zo. Dus ja, boeien. Oké. We zien het allemaal. Denken. Echt spijt dat ik het had gekocht. Ja. Ik heb ooit een keer... moet ik even nadenken hoor. Het was een Winter Olympics spel. Voor de PlayStation. Oké. Dat was echt. Kan je net zo goed geteld. Snowboarden en zo. Nou ja, snowboarden, skiën, bobsleeën, schaatsen, weet ik veel wat, hele zooi. Hoe duur was het dan? Super Mario en Sonic op de Olympische Spelen. Heel duur. Nee, het was echt een officiële. Die komt trouwens ook volgend jaar, maar daar ben ik niet hyped voor. Nee, dat ziet er niet uit. Het was wel leuk, maar het is leuk voor 1 of 2 keer. Oké. Als je in de hype zit van het Olympisch. Het is leuk voor even, niet voor het hele leven. Nee, precies. Nee, ik kan me niet meer voorstellen. Waar ik trouwens wel ook slechte ervaringen mee heb. Of slechte ervaringen niet. Maar achteraf gezien blij dat ik het nooit heb gekocht. Ik was heel hyped toen Steep uit zou komen. Oh ja. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een snowboard ski spel. Ziet er goed uit. Ik wou het toen kopen. Was best wel duur. Heb ik nooit gedaan. Omdat ik het zonde vond om zoveel te betalen voor... Alleen een ski- of snowboardspel. Ja. Achteraf was het laatste keer gratis op PlayStation. Gedownload. En het is echt heel slecht. Ik ben blij dat ik het nooit heb gekocht. Ja, dat is ook maar, een... Maar heb ik er slechte ervaringen mee? Nee, want ik heb het gratis gedownload. Dus nee, dat is een leuk verhaal. Dan mag je niet zeuren. Nee, oké. Nee, ik heb ook wel een leuk negatief verhaal, zeg maar, met een game. Ik ben helemaal geen schietspel guy, maar ik zag een keer een spel voorbij komen op Steam, een paar jaar geleden in de aanbieding. Hij was normaal €10, sowieso niet heel veel van verwachten. Maar hij was in de aanbieding, 50% korting, dus voor €5. Ik dacht, vet, het spel heet Minimum, zoek hem maar even op. Minimum, ja, als je alleen Minimum in typt, dan vind je het niet. Je moet even Game erachter zetten. Het ziet er heel futuristisch uit. Het is heel, hoe zeg je, abstract futuristisch. En ik dacht, het is wel een vette stijl. Ik vond de stijl wel mooi, ik dacht, dat wil ik spelen. Maar het was zo niet populair dat het sowieso moeilijk was om matches te vinden en servers en zo. En ja, ik was er ook sowieso niet goed in, maar het was allemaal leuk. Maar op een gegeven moment, ik bedoel, als je nu... Ik heb de game dus nog steeds in mijn Steam, maar ik kan hem gewoon niet spelen.
omdat het spel is... De servers zijn down. Je kan het gewoon niet meer spelen. Ja. Maar ook al gaat het maar om €5, vind ik dat we allemaal, iedereen die het heeft gekocht, zijn geld terug mag vragen. Sterker nog, zelfs toen het nog niet was aangekondigd van jongens, er zijn geen servers meer, je kan het niet meer spelen. Zelfs toen waren er in de reacties op het Steam al opmerkingen van ik wil mijn geld terug, want ik kan bijna niet in potjes komen, blablabla. Heel veel mensen wilden hun geld al terug en in principe ik ook wel. Het ziet er leuk uit, maar het is niks geworden. Maar als je je game cancelt, net zoals wat Tim, je hebt hem ook gepreorderd toch, die Identity? Of nee, wat was het? Ik wil hem maar, hem preorderen. Maar die vriend van jou heeft hem al gepreorderd. Nee. Oké, maar er zijn dus wel mensen die het hebben gepreorderd. En als er niks mee gebeurt, dan moet je geld gewoon terug, vind ik. Maar goed, dat... Ja, vind ik ook. Dat was mijn verhaaltje. Dus dat is spijt van die €5. Verder weet ik het niet zo goed. Ik overweeg natuurlijk altijd goed voordat ik iets koop, want... ja, precies. Nee, er was wel een keer... Oh, jawel, ik heb er wel één. Ik had ooit een keer net mijn rijbewijs gehaald. En dan ben je natuurlijk helemaal hyped van auto's en dit en dat. Dus ik dacht, ik koop een race spel. En dat heet Project Cars. En het is gewoon een vet spel. Alleen, daar heb ik gewoon €40... Dat is veel te simuleren. Ja. Het is een vet spel, maar ik heb er €40 voor betaald. En heb er... Nou, ik kan nu live even kijken hoeveel uren ik in heb zitten. Dan is het geld niet waard. Project Cars. Veel. Ik heb er... 13 uur, dat is echt niet veel. En het is wel gewoon een mooi spel, alleen je hebt inmiddels ook al Project Cars 2, dus dan is voor mij de feel voor 1 ook al veel minder. Dus dat is wel iets waar ik wel een beetje spijt van heb, dat was echt een hype moment. Maar dat is niet bij Dirt. Dirt, wat is dat? Wat heet dat? Dirt. Ja, maar dat is ook heel lastig. Ik vind dat wel leuk, maar ik hou van simulatie games. Ik heb namelijk mijn tweede meest gespeelde spel op Steam is Car Mechanic Simulator 2018. Met Car Mechanic 52 Simulator. Uur. Lager, ja. 52, dat is best wel... Oké. Nice. Maar die vind je dus leuk? Okay. Ja. Cool. Ben je iets aan het opzoeken, Tim? Nee. Ik hoor gekeken. Nee, je kan die hele minimum... Oh, minimum. Kun je niet eens meer spelen. Nee. Je kan niet eens kopen, je kan niks meer doen. Nee, precies. Ja, dat vroeg me af, want ik heb hem gekocht, maar wat zien jullie op die Steam-pagina? Kan je niet kopen? Eén is er überhaupt een Steam pagina? Ik kan helemaal niet. Ik kan hem alleen op verlanglijst zetten. Oh, dat is je kan hem wel op je verlanglijst zetten. Ik wil een speeltje hebben. Ik ben ook een klant. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Als je eens naar je Steam verlanglijst kijkt, wat staat er bij jullie op? Oh, dat vind ik een leuke vraag. Volgens mij is dat compleet toevallig heb ik die laatst geüpdate. Nou, Cube World. Ja, ik heb hem niet geüpdate. Cube World staat erop. Ik zou zeggen, jongens, voeg hem ook toe. Bij mij staat hij er alleen, ja. Dat is misschien ook leuk. Een game-serie die helemaal niet zo... Ja, sorry. Ja. Nee, sorry dat je door mij heen praat. Ja, vertel. Ja, sorry. Nee, onthoud je dingen vooral. Maar een game-serie die vind ik onterecht heel onpopulair is, maar zo mooi. Het heet Trine. En dit jaar, volgens mij volgende maand al, of een paar weken, komt Trine 4 uit. Maar Trine 1 heb ik nog niet. Trine, T-R-I-N-E. Ziet er zo mooi uit. Het is gewoon eigenlijk een platformer, maar het lijkt wel 3D. Trine 3 is zelfs 3D. Het is echt een aanrader. Ik heb... Serieus, let op. Trine 4 komt dan binnenkort uit. Precies. Trine 4 komt uit. Dus die staat op mijn verlanglijst. En ook Trine 1, want die heb ik niet. Maar mijn eerste ervaring was Trine 2. En die was blijkbaar toen nog zo oud. Hij was €17, maar met 90% korting. Dus ik heb een van de beste games ooit, vind ik, voor €1,70 gekocht. Dus ik zou vooral... Wel leuk uit. Maar jij bent meer van dit soort spellen. Van die spellen die aan de voorkant worden gedaan. Een soort Mario-spellen, maar dan net niet. Platformers. Ja, dat je er alleen tegenaan kijkt. Ja, ik hou van platformers. Klopt. Donkey Kong. Ja. 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 Het ziet er wel leuk uit. Het is echt mooi. Ik vind het oprecht. Ik heb nog nooit... Ben ik nooit zo onder de indruk geweest van de graphics van een spel. Het is niet eens super... Je kan het alvast kopen, hè? Ja, ik ga wel even afwachten natuurlijk. Nee, maar wat het is, zeker omdat Trine 2, misschien kun je even opzoeken hoe oud die is. Maar voor die tijd, volgens mij, het ziet er zo mooi uit. Het is natuurlijk een soort magische wereld, dus alles glimt en lichtjes en mooi. Maar ik ben onder de indruk. Nou, voor die tijd, ik vind het mooier dan sommige spellen van nu. Zal ik mijn verlanglijst even doornemen? Ja. Ja. Op plaats 1, en dit wil ik echt heel graag met jullie spelen. Gang Beasts. Ja, leuk. Ja, leuk. Dat wil ik echt heel graag. Alleen ik vind het heel duur. 15 of zo? Zo'n spel. 19,99. Nee, ja. Voor zo'n spel is dat echt heel duur. Die moet je kopen op G2A. Ja, maar dan nog. Maar dat is iets wat we met z'n allen moeten doen.
Ja, het is wel echt een vriendenspel. Garry's Mod heb ik. Oh, ja, ja die, staan. Die heb ik ook. Die heb ik al. Die is echt leuk. Wreckfest. Dus een autoracen en dan tegen mensen aan botsen, zeg maar. Schademodel is heel realistisch, zeg maar. Mm-hmm. Dan Surgeon Simulator. Gewoon voor de memes, zeg maar. Ja. Meme. Lachen. Screen Cheat. Dat had jij gezegd dat ik die erin moest zetten. Jij, Tim? Weet je dat nog? Screen Cheat. Nee, jij. Ik? Screen Cheat? Dat heb ik nog nooit van gehoord. Screen Cheat. Jawel. Oh, wacht. Dat is een schietspel. Alleen je kan alleen dat is heel vet. Ja, je ziet het. Dus ja, dat is zo vet. Dus dan moet je afkijken bij de ander waar die is. Ja, je kan elkaar niet zien. Dat is het, toch? Je bent onzichtbaar, ja. Ja. Oh, die heb ik niet eens in mijn lijst staan. De spelers zijn onzichtbaar, dus je moet weten waar ze zijn door. Ja, dus je moet. Dat is echt lachen, want je kan natuurlijk screencheaten, ja. Maar deze game is er echt op gebaseerd. Dat je bij de anderen moet kijken. Ja, vind ik leuk bedacht. Precies. Ja. Dan heb ik Frostpunk. Ik weet niet of jullie dat kennen. Nee, dat ken ik. Dat is een soort Age of Empires, maar dan in een bevroren wereld en heel steampunk-achtig. Planet Coaster. Cooking Simulator. Academia, School Simulator en Foundation. Oké. En Academia School Simulator is exact hetzelfde als Prison Simulator, maar dan met een school. Ook leuk. Ja. Dat zijn mijn verlanglijst games. Interesting, nice. Hebben jullie nog een andere? Ja, vertel. Heel even tussendoor. Dankjewel, Britterbal, voor de... hoe noem je die dingen? Die bliksempunten. Voor de steen. Ja. Nee, ik bedoel voor die bliksempunten die ze ons geeft. Oké, okay, vertel. Heel aardig van je. Ja. Super lit. Sorry, hoor. Lit, like lightning. Nice, ik snap hem. Hoe noem je die dingen? Want Grease Lightning. Het staat gewoon... Hier, er staat gewoon... Grease Lightning. Maar goed, op nummer 1 staat bij mij Arma 3. Maar je 3. Hebt een top 3 gemaakt ook echt. Op nee, nummer 1. 3 heb ik al, zonde voor je geld denk ik. Oh, okay, dan ga ik die gelijk even verwijderen. Nou, het is wel leuk, maar ik denk dat jij het niet leuk vindt. Ja, ik weet zeker dat jij het niet leuk vindt trouwens. Maar je kan wel lekker rijden in autootjes. Jezus, nog meer bliksemdingetjes van Britterbel. Thanks, leuk. Maar ga door. Goeiedag, hartelijk bedankt. Jezus. Banished. Banished. Ook leuk. Die heb ik. Heb je dat? Ja, heel moeilijk. Wat is dat? Dus ja. Dat is een beetje City Skylines, maar niet. Nee. Heel. Ja, nee, trouwens, jawel. City Skylines alleen dan in de middeleeuwen. Nee, joh. Zeg je wat? Oké. Dat is wel zo'n. Nee, beter hè. Wel leuk. Lijkt me een leuk spelletje. Is het een leuk spel, Niels? Ik heb er denk ik een uurtje in zitten of zo. Oh, dat is ik speel niet zoveel op mijn computer. Oké. Sorry. Ja, Cube World. Lachen. Euro Truck Simulator 2. Ja, dat wil ik ook, maar dan wil ik een plek hebben waar ik mijn stuur. Mag ik vragen zetten. Waarom? Want is het ja, even, gewoon, even een vraag, hè? Is het letterlijk dat je uren op een weg rijdt om naar iets anders te gaan? Ja, dat is toch mooi? Nee, maar dat is net het echte leven. Het echte leven is saai. Ja, maar dat is toch ook met Sims? Ja, je nee, bent ik snap het. Letterlijk poppetjes naar hun werk aan het sturen. Ja, maar dat gaat sneller dan als ze thuiskomen, dan ga je eten maken, de was doen, schoonmaken, opruimen. En dan, ik bedoel, alsof jij dat in het echt wel leuk vindt, maar in een computerspel wel. Ja, maar dit is gewoon je zit voor je uit te staren, toch? Ik wil gewoon oprecht snappen, probeer mij nou het spel te verkopen. Laat lossen ook. Laat lossen, maar het is ook een vrachtwagen rijden, is niet alleen maar rijden. Nee, je kan toeteren. Oké, en ik voel me af, want het heet Euro Truck Simulator, maar ga je ook echt door echte gebieden in echt Europa rijden? Ja, klopt. Maar die zijn dus nagemaakt in de game. Ja. Dat is wel heel gaaf, maar dat is toch gigantisch dan? Maar dat heb je ook met bus simulator en zo. Dat is echt leuk ook trouwens, bus maar dan, simulator. Maar er zit dan superveel werk in, als die dingen helemaal op schaal, hoe groot zijn die maps dan? Groot. Dat zijn ook echt games die heel groot zijn op YouTube en op streaming, hè? Nou, dat lijkt me zo, dat snap ik nog minder. Om het zelf te doen, oké. Ja, maar dat je naar iemand anders kijkt... heel veel gekeken. Op streaming zijn best wel veel mensen die dat doen. Hou op, hoor.
Nee, okay, ik ga nu. Hey, ga maar eens naar Steam en dan kijken wat de best verkochte game is. Of nu, zeg maar. Dan staat die sowieso ergens. Ja, dat zal wel, maar ik wilde snappen waarom. Nou, maar ja, je zou dan toch zeggen dat die games op nummer 1 staan qua hoe groot de maps is. Maar als ik hier de top 10 heb, staat er Fallout 4, Dragon Age, GTA 5. Dat zijn de grote open world games ooit. Maar je zou zeggen dat zo van die Euro Truck Simulators nog veel groter zijn. Ja, maar dat zijn geen open worlds. Dat zijn echt alleen de wegennetwerken. Oké, wacht. How big map Euro Truck Simulator? Even kijken. Maar ik heb dus een hele setup voor mijn stuur, alleen ik kan hem nergens kwijt. Ik heb niet genoeg ruimte achter mijn PC om die neer te zetten. En dat vind ik jammer. Mm. En ik heb gewoon een bureaustoel waar wieltjes onder zitten, dus dat werkt ook niet. Ook heel moeilijk. Nou, maar goed. Ik ga even door. Ja. Anders duurt het te lang. Ik heb Far Cry 5 erin staan nog. Zo, dat is oud. Ook een leuk film. Film. Game. Leuk film. Gang Beasts staat erin, zeker. Planet Coaster staat erin. Sowieso ook Planet Zoo staat erin. Ja, die ga ik even meteen toevoegen trouwens, Planet Zoo. Die zijn ook nog eens in de aanbieding, dus die zijn zo vet goedkoop ineens. Soma. Ik weet niet of je dat kent. Soma. Heb ik wel eens van gehoord. Dat is volgens mij goed zeg. Een soort horror game is dat. 28 EU staat hier. Het is, het ziet er horrorig uit. Dus, even kijken, toevoegen gaat er mooi uit. Wow, 97% likes. Dat is echt een goed teken hoor. Ja, daarom. De beta van Planet Zoo is nu live, staat er. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat klopt. Dus je kan, als je hem nu, dat vond ik dus ook gek. Ik heb al heel veel mensen zien spelen. En toen dacht ik, maar hij stond niet uit. Ja, je kan hem gewoon spelen. Volgens mij is als je hem hebt gepreorderd, kan je hem spelen. Want ik zag laatst ook Daniel Lippens, die 538 DJ, spelen. En het ziet er heel mooi uit. Het ziet er, zeg maar, niet super mooi, maar het is wel heel gedetailleerd. Je kan inzoomen op die beer en dan zie je die beer zwemmen. Ja. En dan kan je ook kijken vanuit die beer en dan zie je gewoon al die haren onder water. Het is echt... Ja, dat is hetzelfde als met Planet Coaster. Dat is ook alles gedetailleerd. Ja, dat is wel leuk. Maar goed, na Soma heb ik South Park The Stick of Truth. Die zou ik ooit nog een keer willen spelen. Die schijnt ook overweldigend positief, staat er ook bij. Ja, dat is gaaf. Ik ook nog een keer. Stardew Valley staat nog op mijn verlanglijst. Lekker. Wie staat er met... Trine 4 staat nu op mijn verlanglijst. En Watch Dogs 2, maar die haal ik al. Want ik wil de nieuwe Watch Dogs eigenlijk gaan halen die in november. Of volgend jaar pas. Volgend jaar volgens mij. Ja. Is dat dan Watch Dogs 3? Nee, hij heet anders. Mm. Oh, gewoon, oké. Okay. Maar dat lijkt me ook nog wel leuk. Oké. Okay. Dus dat is mijn ding. Gaan we daarmee eindigen, jongens? Daar gaan we mee eindigen, denk ik. Ja, dus ik heb voor volgende aflevering hiervan heb ik... even kijken. Ja, wat was het ook alweer? Top 3 games, top 3 soundtrack games. Ja, of films, net waar we zin in hebben. Maar ja, laten we die... Laten we sowieso... We kunnen sowieso volgende episode wel over films gaan hebben. Ja, sowieso. Dat we en gewoon dat eerst we dan deze twee top 3, dat we daarmee beginnen en dan gaan we het over films hebben. Oh, okay. Gezellig. Ja, maar willen we dan nu ook al een top 3 daarvan voorbereiden? Oh, ja, daar gaan we het over hebben. Nee, niks. Nee, we gaan het over hebben, we gaan het zien. Ja. Jongens, houd hierbij. Ik vond het hartstikke leuk, hartstikke gezellig. We hebben weer veel geleerd over games en hoopvolle dingen gehoord. Als jullie het leuk vonden te luisteren, vergeet dan vooral niet te volgen op mixer.com/splashpoint. Ook niet op YouTube. En we hebben ook een Instagram kanaal. Ook hartstikke leuk om te checken. Bedankt voor het meepraten, jongens. Het was gezellig. Yes. Jij bedankt. Later.